1953. Ook in Nederland is thans het moment aangebroken waarop de consumenten zich aaneensluiten. Voorwaarde voor het welslagen van deze aaneensluiting is dat zij massaal geschiet. Want slechts door massale actie kan de stem van de consument zich krachtig verheffen. Slechts door massale actie kan het consumentenbelang voldoende recht wedervaren. Lucifers. Wij ontvingen klachten over de kwaliteit van sommige merken lucifers. Naar aanleiding hiervan hebben wij nagegaan hoe het met dit artikel in Nederland gesteld is. Het onderzoek had betrekking op de kwaliteit van de doosjes, de aantallen lucifers per doosje en voorts op breekbaarheid, vonken bij het aanstrijken, ontvlammen, doorbranden, afvallen van de koppen en nagloeien van de lucifers. De conclusies, dat het voornaamste waarop men bij het kopen van lucifers heeft te letten, de prijs per lucifer is. Deze loopt bij de onderzochte merken en door verschillen in prijs en door verschillen in het aantal lucifers per doosje sterk uiteen. Te weten van 400ste cent tot 700ste cent per lucifer. 1953. Vleesprijzen te Enschede. Uit Enschede bereiken ons berichten dat de vleesprijzen daar aanzienlijk hoger zouden zijn dan in de omgeving. Wij zijn bezig een onderzoek in te stellen. 1953. Een eenvoudig degelijk brilmontuur van een gewone bril, dus zonder glazen, kost tegenwoordig 18 à 20 gulden. Een zonnebril met overeenkomstig montuur, compleet met glazen, van behoorlijke kwaliteit, kost echter niet meer dan 9 à 10 gulden. Dit opvallende verschil is voor ons aanleiding geweest om eens op onderzoek uit te gaan. Het verdient aanbeveling om, als men een bril nodig heeft, eerst te proberen een passende zonnebril te kopen en in het montuur daarvan de voorgeschreven glazen te laten zetten. Deze vergeten man begint echter zijn stem te verheffen. Het in Den Haag verschijnende dagblad Het Vaderland heeft aan dit feit in het nummer van 11 april bijzondere aandacht geschonken. Het blad voorspelt dat eens onze achterkleinkinderen aan hun kroost zullen vertellen: er was eens een tijd dat de consument helemaal niets had in te brengen. En dat deze kinderen dit een ongeloofwaardig verhaal zullen vinden. 1995. Ja hoor, graag gedaan. Oké, goedenavond. Peter, waar zijn jullie mee bezig? Wij zijn op dit moment bezig met de telefoonactie Geldklem. Dat is een telefoonactie om te proberen klachten van consumenten van bankzaken, van geldzaken, om die boven water te krijgen en op die manier te kijken waar consumenten tegenaan lopen. En de bank moet aantonen dat dat valse geld van jou is. Ja, oké. Mevrouw, ik heb het voor u nagevraagd en de bank moet aantonen dat het valse geld ook werkelijk van u afkomt. Want wij zitten er bovenop, omdat we, wanneer we die klachten boven tafel hebben, kunnen we kijken of we bijvoorbeeld afspraken kunnen maken met banken en met andere instellingen zoals het bureau kredietregistratie en financieringsmaatschappijen. 1955. De klacht dat de levensduur van gloeilampen hier te landen korter zou zijn dan in het buitenland was de regering aanleiding een onderzoek dienaangaande in te stellen. 1959. Stofzuigers. De tijd van stoffer en blik ligt lang achter ons. De stofzuiger heeft deze attributen definitief van hun belangrijke plaats verdrongen. En dit terwijl de stofzuiger zoveel duurder is. Zelf denken we er desondanks niet over dit apparaat als luxe te beschouwen. Een stofzuiger behoort bij de inrichting van het huishouden, zo goed als de meubels of de potten en pannen. Deze overwegingen waren voor ons reden om ons eerste omvangrijke onderzoek juist op dit artikel te richten. We bevinden ons inmiddels in 1995. De Consumentenbond test nog steeds stofzuigers en doet dat in Europees verband.
Hier wordt de stofopname van de stofzuiger bepaald. Dit is een van de duurzaamheidstesten, namelijk de drempel- en deurposttest. Het apparaat gaat 10.000 keer over een drempel en 1.000 keer terug een deurpost. Hij moet in eerste instantie goed zuigen. Dan daarnaast wordt er aandacht besteed aan verschillende milieuaspecten. Onder andere het stof uitblazen is een belangrijke test. Daarin worden stofdeeltjes opgezogen en wordt er gemeten in hoeverre de stofzuiger deze deeltjes weer uitblaast. Hoe minder er uitgeblazen worden, hoe beter het is. Wat met name relevant is voor CARA-patiënten. 1965. Naast de vele hulpmiddelen die de huisvrouw in de keuken reeds ten dienste staan, is nu ook de snijmachine in zwang gekomen. Er kan brood, er kan vlees, er kan kaas en er kunnen nog tal van andere zaken mee worden gesneden. Zelfs vingers. 1965. Huishoudhandschoenen komen meestal door een ongelukje aan hun einde. Daarom zullen duren, ook voor zover ze sterker zijn, in de praktijk meestal niet langer meegaan dan goedkope. Plastic niet langer dan rubber. Gevoerde niet langer dan ongevoerde. Geruwde niet langer dan ongeruwde. 1965. Er zijn elektriciteits-, natuurkundige en chemische hobbydozen. Van elk van deze varianten kochten we enkele exemplaren. Ze werden met een deskundig oog bekeken en vervolgens werden er kinderen mee aan het werk gezet. De bezige jeugd werd aandachtig geobserveerd. Onze ervaringen waren niet erg gunstig. Een jaar geleden publiceerden wij de resultaten van een onderzoek naar wollen dekens en oefende daarbij kritiek uit op de afmetingen daarvan. De Nederlandse dekenindustrie heeft thans medegedeeld in de loop van dit jaar met langere dekens op de markt te zullen verschijnen. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid van de vloerbedekking is uitermate belangrijk natuurlijk. Er worden een aantal testen op losgelaten. Onder andere dus, dat is een duurzaamheidstest. Dat zijn voetjes die lopen over die vloerbedekking heen. Aan het eind zit er een bocht in en dat imiteert dus het lopen over de trap. Verder hebben we een apparaat dat vrij zwaar is en dat draait rond in een trommel. Daarmee kun je kijken of een vloerbedekking snel plet. En pletten, dat is dus het plat worden en structuur veranderen enzovoort. Verder hebben we nog een test om te kijken of die geschikt is voor bureaustoelen, dus van die kleine wieltjes die eronder komen. Dat er verschillen uitkomen, dat is duidelijk. Als je bijvoorbeeld hiernaar kijkt, dit is dus echt een vrij slechte. En deze, die heeft dezelfde behandelingen aan ondergaan bij de testen. En die, daar zie je bijna niks aan, die komt er dus heel goed uit.